bij Koken met Lieke. Wij beginnen zoals gewoonlijk met het wassen van de hand. En vandaag maken wij lekker sausijsbroodjes. Zoals ik al zei, maken we vandaag sausijsbroodjes. Wat hebben we daarvoor nodig? Bladerdeeg, dit zijn 10 plakken, maar u kunt er natuurlijk ook minder gebruiken. 1 ei. 1 teen knoflook. Dit is een grote, maar u kunt natuurlijk ook 2 kleintjes gebruiken. Een pond gehakt. Dit is runder, maar u kunt natuurlijk ook half om half gebruiken. Gehakt kruiden. En broodkruim. Ik heb handschoentjes aangetrokken omdat ik nu het gehakt ga kneden. Dat ga ik in deze bak doen. Ja. Zo. Deze even stel je hem neem bij het gehakt. Zo. Zo. En ik ga 1,5 eetlepel kruiden bij het grote stuk . Nu ga ik een ei bij het hart breken. Alle kruiden zitten nu bij het gehakt. Ik ga nu het gehakt kneden. We gaan nu het gehakt in het bladerdeeg doen en dat wordt dan het broodje. Ik heb nu de broodjes gekocht. Ik ga ze nu 1 voor 1 dichtvouwen. Ik heb de sausijsbroodjes dicht gevouwen en nu ga ik de randjes dicht plakken. Ik heb nu de sausijsbroodjes dicht gevouwen. Ik ga ze nu nog even bestrijken met een ei. En dan gaan ze lekker de oven in. Ik heb nu een ei geklutst. Ik ga de broodjes daarmee besmeren. En dan kunnen ze lekker de oven in. De sausijsbroodjes liggen nu lekker op de plaats. En die gaan nu lekker de oven in. Nou, zoals jullie zien zijn de sausijsbroodjes nu klaar. En ik ga er lekker van genieten met mijn huisgenoten samen. Eet smakelijk! Nou mensen van Hallo Thuis. Dit was voorlopig de laatste Koken met Lieke. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel. En
Ik heb helaas geen idee wanneer de volgende video online komt. Maar hou het kanaal van Hallo Thuis in de gaten. Heel graag tot ziens op het kanaal van Hallo Thuis.